Afgelopen vrijdag een nederlaag in Volendam. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Ja, een dubbel gevoel. Ik denk dat we steeds beter op weg zijn om uit deze situatie te komen. Door middel van te vechten. Lange ballen, winnen voor een tweede bal. En vanuit daarin in de counter kans te creëren. Dus aan de ene kant, ja, 0 punten. Dus dubbel gevoel. Vorige week 3 wedstrijden. Je start 3 keer in de basis. Hoe kijk je terug op jouw start van het seizoen? Ja, op zich wel goed. Ik ben blij dat ik weer zoveel wedstrijden achter elkaar kan spelen. Een paar keer een tegenslag gehad met wat kleine pijntjes. Maar dat hoort erbij, denk ik. Maar op zich wel een goed gevoel. En nu fit voor vrijdag NAC thuis? Ja, zeker. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ik denk dat het een lastige wedstrijd is. Goede ploeg. Een beetje hetzelfde als Volendam, positiespel. Maar ik denk dat heel veel kansen voor ons liggen om kansen te creëren. Ja, NAC heeft de afgelopen 3 wedstrijden allemaal gewonnen. Wat is het strijdplan? Waar liggen dan die kansen voor FC Dordrecht? Ik denk dat we gewoon hetzelfde moeten doen als we Volendam deden. Ik denk niet dat ik er te veel over moet zeggen, maar dat eigenlijk. Ik denk als we met z'n allen vechten dat het wel goed moet komen. Vorige thuiswedstrijd werd een spektakel. Wat kunnen de supporters nu verwachten? Ik hoop niet eerst een 3-0 achterstand, maar ik hoop op zijn minst 3 punten. Yes, dankjewel.